Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft haar target van 60.000 geregistreerden voor koopkrachtversterking ruim overschreden. Al meer dan 100.000 mensen hebben zich in de afgelopen 3 maanden opgegeven om in aanmerking te komen voor een extra vergoeding, zei minister Urayket Ramsaran vandaag na het officieel koopkrachtversterking. Intussen, als we kijken naar ons bestand en gecombineerd met dat van de ambtenaren, waarbij de ambtenaren sinds mei, eind mei, al hun koopkrachtversterking ontvangen in combinatie met het bestand van SOSAFO, dan hebben we zeker boven de 100.000 aan aantal geregistreerden al koopkrachtversterking mogen uitbetalen. Dus die target hebben we sowieso binnen mij ten aanzien van koopkrachtversterking centraal, ambtenaren als niet ambtenaren, dan al behaald. Het is belangrijk dat de samenleving dat weet, dat wij alles op alles met man en macht ervoor hebben gezorgd dat wij die targets wel behalen, dat de aantal geregistreerden bij deze de gezinnen dan die de regering dan beschikbaar heeft gesteld. Ja. Het grootste obstakel voor registratie is het overleggen van een EBS en SWM-kwitantie van het geregistreerde adres. Deze klachten zijn het ministerie ook ter oren gekomen. Ramsaran legt uit welke aanpak wordt gebruikt voor deze klachten. We hebben dat gedeelte van EBS, SWM, kwitanties, etc. aan de hand van de zorgpunten waarbij de samenleving dan heeft mogen bekendmaken dat het soms moeilijk gaat. Ze blijven in huurhuizen, huurappartementen, huurkamers zelf. Dat zij aangeven dat ze niet altijd beschikken over SWM of EBS, de vaste lasten, kwitanties. We hebben heel coulant daarmee gewerkt. We hebben dat zelfs bij de trainingen doorgegeven dat dat niet meer zo strak naar wordt gekeken. Maar dat wij dan zullen focussen op een gezinsinkomen. Gezinsinkomen is wel belangrijk. Natuurlijk, als er hoge kosten worden gemaakt van zo'n gezin, dat zij dat ook duidelijk maken. En dat zij ook bij deze benadruk ik de correcte gegevens plaatsen, vooral als het gaat om hun bankrekeningnummer. Want elk cijfer zal ervoor zorgen dat u uw geld niet zou kunnen ontvangen. Minister Ramsaran is van mening dat iedereen die vragen en of opmerkingen heeft hieromtrent de helpdesk koopkrachtversterking kan raadplegen. Ze zijn daar om de samenleving van de juiste informatie te voorzien.